Wij horen hier in Nederland met regelmaat, maar Israël heeft Oost-Jeruzalem en de Palestijnse gebieden toch gewoon bezet in 67. Nou, jij hebt er net eigenlijk al iets over gezegd. Even heel kort. En anders vragen we nog even hoe Jeannette er tegenaan kijkt. Ja, Jeannette mag hem natuurlijk altijd aanvullen. Ja. Jeannette, ja, zoals ik al zei... Het ja. was eerder... Jij eerst, Robert. Ja, precies. Dank je. Ja, het was, dus, volgens mij dus ontzet. Om dus, als je kijkt naar 66, je gaat een jaar terug. Wie waren daar? Het waren de Jordaniërs. Het waren niet de Israëliërs. Ja. De Palestijnse autoriteit bestond nog niet. Het waren de Jordaniërs die dat gebied toen bezet hielden. Dus ik zou zeggen, ze hebben in 67 dat gebied ontzet. Ja. En dus eigenlijk toen geopend weer voor bewoning... voor onder andere Israëliërs. Oké, maar we discussiëren hier nou steeds over grond. Hoe gaat dat met die Palestijnen? Wat deden Israël met de Palestijnen die daar wonen? Weet jij dat, Jeannette? Ik denk dat we even een probleem hebben met de verbinding. Weet je, nou, dan vraag ik het gewoon aan de jurist. Mochten de Palestijnen daar toen blijven wonen toen Israël dat ontzetten van Jordanië? Ja, ja, zeker. Okay. Eigenlijk in contrast met wat Jordanië deed naar de Joodse inwoners voor 67... die daar totaal geen enkele aanwezigheid mochten hebben. En om het maar een beetje hard, maar het moet wel gezegd worden... de westelijke Jordaanoever was judenvrij. Mm-hmm. Dus geen Joodse mensen. Ja. Maar na 67 zag je dus wel de Arabische dorpen en de samenleving daar floreren... met moskeeën en gewoon een Arabische samenleving die daar toen ontstond. Ja. Weet je wat ik wel eens heb gehoord trouwens? Dat op de Olijfberg heb je die Joodse begraafplaats. Die kennen de meeste mensen en de kinderen ook wel, denk ik, van de plaatjes. En daar staan allemaal grafstenen. En de Jordaniërs hebben grafstenen gesloopt en die gebruiken ze als weg... als straat, straatbekleding. Mm-hmm. Dat geeft al aan hoeveel hekel ze hadden aan Joden. Judenvrij, zeg je inderdaad. Mm-hmm. Ja. Dat, ja. Ik zie dat Jeannette nog steeds bij ons is. Jeannette, hoe vind je een vraag van een jongere over dat land afpakken, hè, zo noemen we dat. Hoe vind je dat om te horen dat dat zo in Nederland wordt neergezet? Ja, dat is zo'n lastig thema. Ja. Ik denk dat we zo snel de hele context vergeten en alle stappen die gezet zijn in het verleden. Er zijn zoveel verschillende lagen. Je kunt het volkenrechtelijk bekijken. Daar ben ik een beetje niet thuis. Als je historisch kijkt, was het allereerste plan dat er een Joodse staat, die overigens helemaal niet Arabisch vrij zou moeten worden, links van de Jordaan. Je ziet ook tot op heden dat er 20% van de Israëlische bevolking is Arabisch. Volledig Israëlisch, staatsburgerschap en al. Dus vanaf het begin is, het nooit het idee geweest dat er een volledige scheiding zou komen. Wij hadden net een haper op de lijn. Hoe kwam dat? Ik kreeg meldingen van, ik denk wel, ontzettend veel... Ontzettend veel raketten, gelukkig niet bij ons. Ja. Maar het gaat om de regio Tel Aviv, de luchthaven. Eigenlijk heel centraal is wel weer. En ik denk dat verstoorde. Die kon jullie niet meer horen. Oké. Nou, maar dat is voor onze luisteraars, voor de jongeren natuurlijk wel. Dit is jouw realiteit. Zo blijft jouw telefoon dus steeds piepen.